We gaan chocomousse maken, maar dan heel feestelijk in glaasjes. En de drie chocolades: witte chocolade, melkchocolade en donkere chocolade. Jij bent niet blij, hè? Jawel. We gaan twee chocolades au bain-marie. Waar is au bain-marie? Au bain-marie is dit. Dat is een pot met water in en een pot op, zodat chocolade niet kan aanbranden. Jij mag daar de melkchocolade in doen. Melkchocolade. Dat is witte chocolade. Voor de witte gaan we iets anders te werk. Gaan we slagroom laten koken en die gaat op de witte chocolade. En hier, je ziet dat is al mooi gesmolten. Wat we hiermee gaan doen, die moet opstijven in de koelkast. En als die is opgestreven in de koelkast, gaan we dat eerst zo'n beetje losmaken. En die opgestreven ganache gaan we nu gaan opkloppen. Oké, een spuitzakje. Kijk eens wat een... Heerlijk, hè? Ja. Die mogen in de koelkast en dan maken we de melkchocolade. Daarvoor hebben we hier onze schoon gesmolten melkchocolade. Wat hebben we nog nodig? Eitjes, maar die gaan we apart gaan breken. Dus eiwit gaat in een pot, dooier gaat in een kom. Vloeber die er maar in. In het eiwit gaat een snuifje zout. Weet je wanneer dat hem klaar is? Nu! Als je hem boven je hoofd kunt houden. Oké, wat doen we nu? Eerst de boter en de dooiers bij de chocolade. Dat gaan we mooi onder elkaar roeren totdat de klontjes boter gesmolten zijn. En dan krijg je eigenlijk een mooie blinkende ganache. Nu mag de zure room erbij. Ik mag? Ja. En nu gaan we in twee keer het eiwit erbij doen. Eén deel. Altijd mooi van beneden naar boven. Hup, die zijn opgesteven. Nu mag de melkchocolademousse hierop. This is the best part. Thank you. Mocht dat ook altijd van mij mee maken. En dan doen we helemaal hetzelfde weer met de zwarte chocolade. Enkel bij de donkere chocolademousse gaan we een eetlepeltje fijne suiker voegen. Ik ga hem zo dit doen. Ja. Voilà, chocolademousse nummer 3. Check! En die gaan we gieten over de twee andere. Mag ik de glaasjes pakken? Zeker! Voilà, en dan eetbaar sneeuw. Voilà, lieve mensen, een inspiratiereceptje voor jullie. Feestdagen, hè? Het receptje staat op delijze.be. En volgende week maak ik een frisse carpaccio van Sint-Jacobsvruchten. Dank u om te kijken. Doei doei. Gaan wij dat hier opeten? Ja.